puntpaprika gevuld met spinazie en witte kaas. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd 2 rode uien in halve ringen. Snijd 2 tenen knoflook fijn en ris de blaadjes van 4 takjes oregano. Verhit 3 eetlepels zonnebloemolie in een hapjespan en fruit de ui, knoflook, een halve eetlepel currypoeder, peper en eventueel zout 5 minuten op laag vuur. Roer regelmatig. Voeg 370 ml witte bonen in tomatensaus en de oregano toe aan de ui en warm 5 minuten mee. Halveer ondertussen 4 puntpaprika's in de lengte, maar laat de steel aan zet zitten. Verwijder de zaadlijsten. Leg de paprika's op een met bakpapier beklede bakplaat. Voeg 300 gram spinazie in delen toe aan de bonen en laat al omscheppend iets slinken. Neem de pan van het vuur. Verdeel het bonenmengsel over de paprika's en verkruimel er 200 gram witte kaas over. Bak ongeveer 20 minuten in het midden van de oven en serveer direct. Zo maak je puntpaprika's gevuld met spinazie en witte kaas.